Als het aan de brandweer ligt, staan deze wagens de komende jaren veel vaker in de kazerne aan de Sontweg. Door burgers beter voor te lichten over het voorkomen van brand in huis, kan een hoop ellende voorkomen worden. Met deze toekomstplannen hoopt de brandweer minder vaak in actie te komen. De brandweer die heeft geconstateerd dat wij de afgelopen jaren behoorlijk wat meer geld hebben gekregen voor de brandweer. En dat eigenlijk de veiligheid niet toegenomen is. En daar willen wij gewoon een verandering aan aanbrengen. Die verandering moet er dus komen door meer in te zetten op voorlichting en op brandpreventie. Een voorbeeld is, iedere woning in ieder geval maar eens beginnen met allemaal eens te kijken wat is nou onveilig in mijn woning en wat zou ik er dan kunnen doen. En dan kun je bijvoorbeeld eens beginnen met een brandmelder, maar je kunt er gewoon kijken waar heb ik mijn brand of mijn onveilige spullen liggen. Vooral overvolle stekkerdozen, instabiele kaarsen en licht ontvlambare stoffen mogen wel eens wat beter in de gaten gehouden worden. De brandweer zoekt een manier om mensen te leren hoe brand voorkomen kan worden en hoe gehandeld moet worden als de vlam toch in de pan slaat. De burgers zelf moeten dus meer gaan doen om de brand te bestrijden. De rol van de brandweer blijft wel belangrijk, want het is niet de bedoeling dat mensen hun eigen woningbrand gaan bestrijden. Dat zou wel net even iets te ver kunnen zijn. Maar wat wel natuurlijk kan, is van die kleine, ik bedoel, we hebben het natuurlijk zelf ook vaak gedemonstreerd op ons terrein hier. Een keukenbrand, met name als het, laten we zeggen, een frituurpan of iets anders in de brand staat, daar kun je wel wat aan doen. Maar ook hier moet je de mensen weer wel gaan leren, wat zijn mijn grenzen? Want uiteindelijk zelf dingen doen en dan heel veel brandblaren vandaan komen is ook niet goed. Op welke manier de brandweer burgers wil gaan voorlichten is nog niet duidelijk. Het lijkt onmogelijk om bij elk huis op bezoek te gaan voor controle en voorlichting. De brandweer realiseert zich dat ondanks voorlichting en preventie het gevaar van brand niet uit te sluiten is. De brand in een studentenhuis aan de Oude Ebbingenstraat afgelopen februari, waarbij één dodelijk slachtoffer viel, was niet te voorkomen. Daar waren preventieve maatregelen. Daar zijn ook de rookmelders afgegaan. En toch heeft het kunnen gebeuren. Kijk, dit soort eventualiteiten die zullen altijd blijven voordoen. En daar zullen we ook altijd moeten blijven staan als brandweer.